De Poolster bestaat 50 jaar, is een trouwe gast op de Jaap Edebaan. En de directie van de Jaap Edebaan heeft vanmorgen de baan ter beschikking gesteld. En wat dan ook nog zo bijzonder is, het is vandaag de allereerste dag dat er weer geschaatst kan worden. Dus de kinderen zijn echt de allereerste. Dit is ontzettend leuk en alle dingen, of het nou cultuur is of sport met kinderen, het is gewoon altijd leuk om te doen. Grappig is, je ziet, het is waardeloos weer. Maar die kinderen merken er helemaal niks van. Zo leuk vinden ze het. Kinderen, allemaal thuis op nu. Huppakee. Wij bestaan dit jaar 50 jaar. Wij hebben gemeend om ons jaarfeest niet alleen maar voor onszelf te vieren, maar te delen met vooral de kinderen van Amstelveen. We hebben derde en vierde klaskinderen hebben we uitgenodigd. Zes scholen zijn aanwezig en die bieden wij nu een gratis clinic aan. Eén om kennis te maken met de schaatsen uiteraard. Twee om kennis te maken met de Poolster. En drie om te zien wat voor mooie baan hier de Jaap Edebaan vlak bij Amstelveen ligt. We hebben natuurlijk van tevoren alles georganiseerd met spelletjes, met labels, met aardappels, met iets van letters maken op het ijs. Nou, één, door het weer is het een beetje moeilijk geworden, maar twee, ik ben zojuist even 10 minuten op het ijs geweest en de kinderen doen totaal alles wat wij niet gezegd hebben. Oftewel, ze gaan gewoon heel gezellig schaatsen, ze hebben heel veel fun, heel veel plezier, maar ze willen gewoon rondjes rijden. En ook al kunnen ze niet schaatsen en zeggen trainers tegen mij, maar ze kunnen niet schaatsen. Ze gaan gewoon en op de knieën, half opstaan, et cetera. Dat is dus wat schaatsen hoort te zijn voor kleine kinderen. En het plezier straalt er vanaf, ondanks de regen.